Hi, dit wordt een liefdesreading voor het teken van boogschutter, de lieve boogschutter. Ik hoop dat het goed met je gaat. Kijk ook je maan ascendant en je venus teken. Laat los als het niet past. Ja, iedereen bedankt voor de lieve berichtjes, de likes en de nieuwe abonnees natuurlijk. Ja, uit dankbaarheid ben ik toch weer bezig met een actie. Want ik merk dat gewoon heel veel mensen het leuk vinden. Dus ik vind het ook leuk om iets weg te geven. Dus wat mag je gaan doen? De meesten weten het misschien wel, maar ben je nieuw op mijn kanaal en ben je nog niet geabonneerd? Dus dat een voorwaarde. Dus abonneer, like deze video en onder in de comments wat je maar wilt. Voor de users, zoveel, bla bla bla. Zet ook je naam erbij, zodat ik ook weet dat je, ja, wie ik kan uitloten. In ieder geval, succes! Laat los als het niet past, hè? Wat ik al zei, niet iedereen loopt op dezelfde energie. De readings zijn tijdloos en ik ga eens kijken, lieve boogschutter, wat mag ik ontvangen? Oké, ik zie hier nog een. Mag, ik ga deze even pakken. Courage, oké. En ja, er is ook iets waar een heling nodig is wat ik zie. En changes. Dus het is belangrijk om dus moed te hebben ergens in. Waarin kan je moed opbrengen? Kijk, volgens mij heb ik deze eerder gehad. Maar het voelt voor mij met deze dat je een weg mag gaan inslaan. Die misschien onbekend is, maar wat jou wel verder gaat leiden. Leiden. Ik zie hier ook een soort van heling. Dus je mag ergens heling in gaan vinden. Dan zul je ook zien dat er bepaalde veranderingen op je pad gaan komen. Oké. Laten we eens gaan kijken wat ik nog meer mag ontvangen met dit deck. De wereld onderop. Dus het kan zijn dat je bepaalde cycles aan het afsluiten bent. Je bent al ver gekomen. Je hebt al veel meegemaakt. En daardoor kan het zo zijn dat je het laatste stukje misschien lastig vindt. Maar wat ik al zei, je staat voor een keus, lijkt het wel. En het is belangrijk om misschien ergens een leap of faith in te nemen. Wat is jouw uitdaging? De lovers. Oké. De lovers als uitdaging. Een keus. Wat ik al zei, je staat voor een keus. Dit is een spirituele kaart. Connectie, noem het maar. Maar het is ook echt een keus. Er is ergens veel aantrekkingskracht in, is wat ik zie met een persoon. Maar je weet soms niet goed waar je staat, heb ik het idee. Er is veel liefde, dat wel. Maar het is ook soms onverklaarbaar, lijkt het. Dus soms weet je gewoon niet waar je staat. En weet je niet welke keuzes je moet gaan maken in deze connectie, lijkt het. Ik zie hier de 10 van zwaarden. Iets ja, wat ik al zei, dus heling. Het is belangrijk om oude stukjes, omdat ik net de wereld ook al zag. Je hebt veel meegemaakt. Dus je bent in je leven al heel veel gekwetst geweest. En dat kan pittig voor je zijn. Dus er is iets waarin jij een soort van heling mag gaan zoeken. Maar wat ik met deze kaart had zien, dit is een 10. En een 10 is eigenlijk een 1. En een 1 staat ook voor een nieuw begin. Dus er is ergens een nieuw begin in, mits jij een bepaalde keuze maakt. Ja. Oké, wat mag ik nog meer ontvangen? De ridder van zwaarden. Die lag een beetje omgekeerd. Maar dit is een kaart van snelle energie. Dus het kan zijn dat iemand in je leven was en dan eruit was. Een beetje onrustig. Dus misschien kan het zijn dat je bepaalde keuzes hebt gemaakt waar je niet echt goed over hebt nagedacht. Het kan ook zijn dat er communicatie was wat in en uit je leven was. Dus wat stormachtig aanvoelde. In ieder geval onrust met zich meebracht. En daar mag je waarschijnlijk ook een balans in gaan vinden. Dus rust, rein en regelmaat. Misschien bepaalde chakra's openen. Dit is ook een hele spirituele kaart. Dit is een kaart van divine timing. Dus alles gebeurt op divine timing. En divine timing heb je soms gewoon niet in de hand. Ook al wil je dat heel graag. Misschien wil je dat bepaalde processen heel snel gaan. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dat is ook in de natuur zo. Dan zie ik hier die prachtige zon. Dus je bent nu een beetje op een weg van waar sta ik? Hoe ga ik mijn emoties balanceren? Let wel. Let ook op tekens is wat ik zie. Dus waarschijnlijk heb je bepaalde tekens op je pad gekregen. Of is het de bedoeling dat je daarop mag gaan letten? En dit is natuurlijk dit is ook jullie kaart. Hè? Dus ja, op rustig vaarwater komen. Dus ja, na een roerige periode eigenlijk een balans vinden. Een verhuizing doormaken in je emoties. In je leven of met jezelf. Noem het maar. Maar er is iets wat
wat je achter je mag laten. Ik zag natuurlijk de 10 van zwaarden. Nu heb ik hier de 6. En dat zegt echt iets dat je bepaalde lessen moet gaan leren. Ik zie natuurlijk veel zwaarden. En jezelf goed verzorgen. Dus op je financiën. Op ja, jezelf gewoon goed voelen. Wat mag ik nog meer ontvangen? Oeps, dat zijn er 2. Ja, kijk. Ja. De zon. Kijk dan hoe prachtig deze zon schijnt. Ik zag hem natuurlijk al hier bij deze prachtige kaart. En ik zag hem natuurlijk ook bij jullie kaart, de Temperance. Maar de zon. Het kan zijn dat je bepaalde personen mag gaan verweren. Het kan ook zijn dat iemand zich verweert, dat iemand iets blokt. Maar ja, wat ik wel zie, dat je sterk in je schoenen mag gaan staan. Dus het kan zijn dat je wordt getest. Dus... Want dit is natuurlijk ook een uitdaging, de Lovers, dus een keuze. Maar wat ik voel is dat je eigenlijk voor jezelf mag gaan opkomen. Dus ja, hetgeen wat je hebt meegemaakt, daarvan mag gaan leren en bepaalde situaties mag blokkeren misschien. Of in ieder geval tegenwerken. Het kan ook zijn dat jij die blokkade mag gaan weghalen en juist... Mag gaan genieten van hetgeen wat er op je pad gaat komen. Want de zon, dat is de prachtigste kaart van het tarot. En dat zegt iets dat eigenlijk het geluk eigenlijk naar je toe lacht. En er geluk op je pad gaat komen. In wat voor zin dan ook. De 7 van cups. Ja, je mag bepaalde keuzes gaan maken in je leven. Ja, de aas van pentakels ook nog. Dus een nieuw begin. De spirit raakt je iets aan. Mits jij dus de stap neemt om iets los te laten. Eens kijken, ja. Balans, rust. Dus je mag ergens echt heling in gaan vinden. En dat is deze kaart natuurlijk ook. De 4 van zwaarden zegt ook iets over het rustig aandoen misschien. De 6 van bekers. Dus iemand uit je verleden. Oké. We gaan eens kijken. Wat mag ik weten over die Lovers kaart als uitdaging nog? Deze, welke is de koning van cups? Dus er is nog ergens veel liefde in. Ja, de 2 van cups, kijk dan. Maar er is ook strijd. Oké, dus wat ik voel is dat er veel liefde is nog. Zeker wel, want dit zijn 2 personen. Maar er is ook een soort van conflict geweest. Het kan conflict in je hoofd zijn geweest. Een conflict met die persoon. Het kan ook zijn dat er bepaalde concurrentie heerste in deze connectie. In ieder geval zie ik wel dat deze liefde er nog steeds is. Onvoorwaardelijke liefde, dat zegt deze kaart ook. En hoe dat ook gaat in het leven. Het is wel zo dat onvoorwaardelijke liefde nooit voorbij gaat. Dus probeer dat ook te voelen. Hè? In wat voor situatie je misschien ook zit. Wat mag ik weten over die ridder van zwaarden? Maar weer een keus. Dus ik heb hier de Lovers nu. En een soort van conflict. Dus het lijkt wel of je soms niet goed weet. Door alle geruis heen. Weer de 6 van cups. Welke keuze je moet gaan maken. Omdat er veel liefde is. En iemand heeft ook veel liefde voor jou. Want de koning van cups ligt hier niet voor niks. Maar ja, wat ik al zei. Liefde kan soms ook lastig zijn. Hè? Ja, zie de 9 van zwaarden. En de 7 van pentakels. Dus er zijn in het verleden al wat zaadjes geplant. En het kan zijn dat je wat ongeduldig bent met deze energie. En je kan er soms niet eens van slapen. En dat kan dus zijn omdat de ene keer er heel veel contact is. Dus dan is het heel stormachtig. En ben je heel erg met die persoon bezig. Of die persoon met jou. En de andere keer weer niet. En dan moet je weer wachten op iets. En dat maakt jou eigenlijk dat je in een soort van... Ja, verwarring komt van is het wel waar? Is het allemaal geen illusie? En als je met een spirituele connectie te maken hebt, zoals een twin flame, of een, noem het maar. Meestal is dat een twin flame energie, want soulmate gaat vaak wat gemakkelijker, let wel. Maar in ieder geval lig je daar wakker van. En ben je aan het doemdenken van hoe komt dit? Waar gaat dit naartoe? En het kan zijn dat je daardoor eigenlijk een soort van ontevreden bent. En het is voor jou belangrijk om... Door die chaotische tijd die je misschien meemaakt, het conflict wat je misschien in je hoofd hebt, alles wel positief te bekijken, want alles gebeurt met een reden. Wat mag ik weten over die 6 van zwaarden? Oeps, ja echt hoor. De 6 van zwaarden. Dus er komen betere tijden aan, zegt Spirit. Dat is echt een teken voor jou. Er komt echt een balans. Ik ga even, woep, de koning van de munten zag ik ook nog. Er komt echt wel een balans, is wat ik zie. En het is weer een 6. Ik heb hier nu 666, dus zoek het op. In ieder geval betekent dat er een balans komt. Het kan zijn dat
Met deze connectie een balans gaat komen. Kijk, de 10 van zwaarden heb je hem weer. Maar daarvoor is het wel belangrijk om dus oude pijn, oude karma stukken te verwerken. Dus echt, doe dat ook. Ga je chakras opschonen, ga mediteren. Doe iets waar je blij van wordt. In ieder geval, zo ga je op weg, verweer je ook niet. Hè? Of misschien voor sommigen wel bepaalde personen verweren, zodat je ook verder kunt. In ieder geval is het wel een dappere kaart, want het zegt wel iets voor jezelf opkomen. Dus misschien ben je te lang ergens in meegegaan en is het nu de tijd om iets te blokkeren, zodat jij eigenlijk je weg kan verder gaan op weg naar de zon. Maar daarvoor zou je eventjes door de zure appel heen mogen bijten. Een balans dus. En een connectie is wat ik zie. Wat mag ik nog meer ontvangen? Ja, zie de 9 van staven. Dus iemand is er nog niet klaar mee. Iemand is dapper, is moedig. En heeft veel verdriet gehad. Of jij dit nu bent of een andere persoon. In ieder geval zie ik wel. Iemand die waarschijnlijk eerst blokkeerde. Of jij of het is een andere persoon. Gaat zich openen, is wat ik voel. Dus iemand heeft zich heel verdrietig gevoeld. Of af en toe nog steeds. Maar heeft nog niet opgegeven. Alleen is bang voor verlies of is getreurd. En die persoon leeft eigenlijk niet in het nu. Die persoon is eigenlijk steeds aan het terugdenken van hoe de persoon of jij misschien is gekwetst. Ja, kijk, ik heb hem hier ook. Zie je dat? Maar hieronder ligt ook nog de 10 van cups. Dus er is veel liefde nog, zeker wel. Alleen, iemand mag zijn... Mag toegeven dat iemand mist. Dat is een beetje wat ik voel. Dus er is een persoon die iemand mist. Ik denk dat jij het bent of misschien wel beide. Omdat ik ook de 2 keer de 7 of de 6 van zwaarden hier heb. En die balanskaart. Dus er mag een balans komen in deze connectie. Een bevrijding worden gezocht. Dus opnieuw oordelen over hoe dit gaat. Dus het kan ook zijn dat er echt wel iemand weer op je pad gekomen. En ik weet wel zeker, want ik zag natuurlijk de 6 van cups. 2 keer, dat het iemand is uit je verleden die je al kent. Wat mag ik weten over die zon? Ja, de toren, hij lag omgekeerd. Dus echt, dit heeft echt te maken met iets plotselings wat op je pad gaat komen. Wat chaotisch misschien gaat voelen. Of misschien je heel blij maakt dat je eigenlijk uit die chaoticiteit komt waarin je in hebt gezeten. En dat iemand de moed neemt om eigenlijk weer contact op te nemen. Om samen te werken, om samen te bouwen. Wat mag ik nog meer weten? Ja, kijk. De ridder van cups, een plotselinge ontmoeting. Dat is eigenlijk wat ik zie, wat jou heel gelukkig gaat maken. Dus wat ik al zei, deze liefde is er nog steeds. Alleen, het was wel even nodig om heling te zoeken. En misschien nog steeds, want er komt een verandering aan. Wat ik al zei, je wordt ook beschermd. Dus hier wat ik ook zie, protection, transformatie ligt hier nog. Dus the courage, dus neem ook de stap. Hè? Dus... durf ook toe te geven dat je misschien heling nodig hebt. En je zult zien als je het toegeeft en het ook loslaat. Dan komt er gewoon plotseling iets op je pad waar je gewoon heel gelukkig van wordt. Dan voelt het allemaal niet meer heel zwaar. Maar dan ga je ook de transformatie voelen en ook zien met de ridder van cups. Want de ridder van cups is een liefdesaanbieding. En hier met de 2 van cups, de lovers, de koning van cups. Waar je waarschijnlijk aan denkt. Alleen wat jou soms een beetje ontmoedigt is wat ik zie. Ik ga eens kijken. Wat mag ik nog meer ontvangen? Wat mag ik nog meegeven? Oeps. Ja, healing. Echt zo. Ja, kijk. Dit is wel prachtig. Kijk. Healing. Stel jezelf voor dat je geliefd bent en dat je omringd wordt door het licht. Voel dat je relatie met iemand anders wordt geheeld en, op dit moment. Dan heb ik hier deze ook nog. Het verleden ligt achter je. Release het en waardeer het wel hoe de situatie is gegaan. Want er komt een nieuwe mogelijkheid op je pad. Wat voor jou bedoeld is. Heb er vertrouwen in. Wauw, super mooi. Dit is wat ik voor je heb. Lieve boosschutter, mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like en onder in de comments wat je maar wilt. Delen mag ook, zou ik ook super vinden. En wie weet maak jij kans op een reading. Ik wens je al het goed en tot snel. Doeg!